Tom yum met makreel. Tom yum is een Thais product en wordt vaak gebruikt als basis voor soepen. Pureer de verse tomaten en tomaten uit blik grof. Verhit in een wok wat olie en bak daarin het gehakte teentje knoflook. Na ongeveer 1 of 2 minuten doe je het witte van de lenteuit erbij. En een rode paprika. En dat wok je eventjes. 2-3 minuten. Dan een flinke lepel van de tom yum pasta. Kun je kopen in de toko. Roerbak dat eventjes mee. De tomaten gaan erbij. Schep goed om en kook even in. Dan een eetlepel suiker. En roer goed door. Je kunt eventueel wat water toevoegen. Vlak voordat het klaar is, gaat de tauge en de gerookte makreel erbij. Draai na een minuut het vuur uit. En voeg gehakte koriander toe. Serveer met wat rijst.